luisteraar en kijker, thuis of in uw kamer, misschien wel in een verzorgingshuis. 7 maal 7 maal is de titel van een lied. 7 maal mag ik bij u te gast zijn, want zo beschouw ik mijzelf als een gast. Van een gast is het als met een brief. Je wilt weten waar die vandaan komt en je wilt weten wat hij of zij wil. Een gast is ook altijd een beetje een vreemde. En vertrouwen is een kostbaar goed. Ik hoop dat vertrouwen te ontvangen. Mijn naam is Marinus van den Berg. Ik ben pastor en priester en geestelijk verzorger. Woon 24 jaar in Rotterdam en werd geboren in Boerharenweien in 1947. Maar ik ben ook schrijver en iemand die honderden cursussen en spreekbeurten heeft verzorgd in Nederland en in België. Vele malen mocht ik te gast zijn hier bij Rouwzorg Regio 0114, hier in Zeeuws-Vlaanderen. Bijna 40 jaar was ik betrokken bij de VOOK, die dit jaar 40 jaar bestaat, de Vereniging Ouders van een Overleden Kind, en die een mooi jubileumnummer uitgaven. Voor hen schreef ik een gedicht waarmee ik dit keer zal eindigen. Het heet Een Plekje, zegt men. Vele jaren heb ik geluisterd naar de vraag wat steunt en wat stoort als je in de rouw komt. Een plekje geven lijkt velen te storen. Zoals ook sterkte. Sterkte blijft een lief bedoeld verlegenheidswoord. Ook de vraag, heb je het al een beetje verwerkt, blijkt te storen. En de vraag, hoe lang is het geleden? En de vraag, hoe oud was hij of zij? Ik heb ook gezocht naar andere taal en andere vragen. Vragen die open en uitnodigend zijn. Ik lees nu een tekst van een kaartje voor dat de uitgeverij Muurkranten in Brugge voor mij heeft gedrukt. Wat kunnen we zeggen als we dat sterkte willen vermijden? Ik lees het u voor. Ik wens je, en je kunt aanvinken waar je nood aan hebt. Ik wens je liefde, ruimte, wijsheid, rust en natuurlijk ook hoop en veel moed. Ik wil in deze 7 keer met u nadenken over de vraag, wat heb je nou nodig als je in de rouw komt? Rouw is een reactie op verlies, niet alleen na dood en sterven. Er is ook verlies en rouw voor het sterven, maar ook midden in het leven. Je hoeft er niet oud voor te zijn. Kinderen en jongeren kennen meer verlies dan wij vaak denken. En ik wil ook stilstaan bij misverstanden, bij wat we wel en niet over rouw weten. Kennis delen en ervaringen in de hoop dat u zich herkent. Er is meer normaal dan gedacht wordt, maar veel mensen worden onzeker en denken, hebben anderen dat ook? Herkenning en erkenning zijn voor mij belangrijke begrippen. Rouw blijkt ook heel persoonlijk te zijn. 7 maal mag u gast zijn als u dat wilt. U kunt mij ook uitzetten. U kunt ook weglopen. En het vreemde is dat ik het niet zal merken. U kunt kijken en luisteren als het u schikt.
Dat is een zeker voordeel. U kunt ook terugkijken. U mag ook reageren en daarom geef ik een e-mailadres zo dadelijk. We kunnen elkaar niet persoonlijk ontmoeten in deze tijd. Voor velen is dat ook rouw, een gemis, een verlies. Zoals u merkt zal er tussendoor muziek zijn. Luisteren is vermoeiend, zoals rouwen ook heel vermoeiend kan zijn. Soms kun je maar heel weinig verdragen. En muziek raakt een andere snaar. We hopen dat die rust zal brengen. Deze 7 maal zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met het rouwzorgteam Makkie, Fien en pastoraal werkster Katrien. En met de mensen die voor de opname hebben gezorgd en ook dank verdienen. 7 maal mag ik op afstand naar u toe komen. U bent waar ik u niet kan zien. Dat is vreemd, maar misschien ook veilig. Als u tranen laat stromen, kan dat en niemand komt met een zakdoekje of wat dan ook. Tranen die stromen kunnen opluchten. Het zijn vaak liefdestranen of onmachtstranen. Je hoeft ze niet in te slikken. Je mag kwetsbaar zijn. U zit misschien wel bij een foto van een geliefde, een dierbare, en hebt u een kaars aangestoken of een lichtje, zoals ik hier bij een foto van mijn oudste broer, die in november 2020 stierf aan leukemie. Het afscheid was in coronatijd, en daar kom ik nog op terug. Ik ga naar het einde van deze eerste keer met deze tekst. Een plekje, zegt men. Je foto kan ik een plekje geven. Je foto in een mooi lijstje. Je foto in mijn portemonnee. Je foto op het dashboard. Je foto kan ik afstoffen. Je foto in een vensterbank. Je foto om je te gedenken. Je foto die stil staat te kijken. Maar jij spreekt nog in mij. Jij leeft nog in mij. Jij snijdt en streelt in mij. Je bent nog met mij bezig. Ik zie je steeds weer. Jou kan ik maar geen plekje geven. Waar moet ik jou zetten? Met jou blijf ik verweven. Steeds maar verder. Wie jouw naam noemt, is een licht voor mij. Tot slot groet ik en geef mijn e-mailadres dat ook in beeld verschijnt en de adressen van het rouwzorgteam. Ik hoop dat u steun ontvangt. Marinus van den Berg, mjvdb@planet.nl